vaak, en vaak blunder je daar verschrikkelijk, omdat je denkt, nou, dit lijkt me een typische vakkenvuller. Maar dan is het een andere klant. Hè? Ja, die reageren meestal vrij pissig. Ja, wat doen ze dan? Ik werk hier niet. Hebben ze alles weer veranderd. Hè? Dat is de plek waarop jij je alcoholvrije bier had staan. Dat staan nu ineens jodenkoeken. Weet ik veel wat het is. Het verlossen. Kunt u mij horen? Even kijken. Wat hebben we dan hier nog? We hebben hier nog iemand die heeft een vraag. Goeiedag Tom en Maarten. Dit is Simon van Erpen vanuit Zoetermeer. Ik heb een vraag. En die gaat over het volgende. Bij de oorlogsverslaggeving, zoals nu bijvoorbeeld rondom Rusland en Oekraïne, hoor je vaak dat net lijkt alsof Poetin, in dit geval, echt zelf de lijnen uitzet in die oorlog. En ik ben dus nieuwsgierig of Maarten misschien wat meer kan vertellen over wat nou echt de rol is van een figuur als Poetin, maar misschien ook wel in eerdere oorlogen waarbij er echt één toch wel dictator is die dan een oorlog begint. In hoeverre is zo'n dictator nou echt zelf betrokken bij die oorlog? Is het nou echt zo dat Poetin elke morgen even belt met zijn opperbevelhebber om wat tips te geven over hoe hij de Oekraïners moet gaan bestoken? Of is het meer dat hij gewoon een signaal geeft, val nu aan en voor de rest laat hij het over. Ik ben er erg benieuwd naar, dus ik hoop daar wat meer over te horen. Ik denk aan die film van Hitler, waarin die dus, de Untergang, waarin hij dus ja, constant met die... Met die... Dan zie je dat hij heel direct betrokken ja, is. Die gesamte generaliteit is in 2000 Haufen niederträchtige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Die Stadt Feiglinge! Verreiter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Het is ohne Ehre! Ja, of allerlei waanideeën heeft die helemaal niet meer uitvoerbaar zijn. Ik constant uitflip. Nou ja, we hebben het er volgens mij wel over gehad, over dit probleem. Want als je natuurlijk kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, dan moet je constateren dat en Hitler en Stalin en Churchill zich eigenlijk voortdurend bemoeiden met de gang van zaken. Meestal met dramatisch negatieve gevolgen. Ik heb volgens mij alles gezegd. Het duurt een tijdje voordat Stalin begrijpt dat hij zich daar beter niet mee kan bemoeien, omdat hij steeds de verkeerde dingen adviseert en dat hij het aan Zhukov over moet laten. Als je Churchill's biografie leest, die nieuwe biografie van Roberts, dan zie je bijvoorbeeld dat ook zijn directe medewerkers enorm de pest hebben aan al die adviezen van Churchill die nergens op slaan, maar allemaal te maken hebben met zijn zonderlinge obsessie dat eigenlijk Europa vanuit het zuiden zou moeten worden aangevallen, terwijl de Amerikanen natuurlijk wensten, naar mijn idee op goede gronden, om Europa, het bezette Europa, vanuit Normandië aan te vallen. Dus ja, bij Hitler is het probleem dat Hitler natuurlijk het fameus gekozen heeft voor de aanvals, exercitie in 1940. Die hele spectaculaire positieve effecten heeft gehad, omdat de generale staf in 1940 eigenlijk een volledig vergelijkbaar met 1914-achtig schema had gekozen. Toen had een jongere officier, von Manstein geheten, later ook een groot licht in de oorlogvoering, en later weer geholpen met het oprichten van de Bundeswehr overigens. En die von Manstein zei van ja, dat is eigenlijk nou vrij suf dat we dat zo gaan aanpakken. Want we moeten onze panzerdivisies, die hadden zij opgezet, hadden zij goed mee geoefend en die zaten organisatorisch en disciplinair prima in elkaar. Die waren allemaal uitgerust met radiografisch apparatuur. Die werden heel goed gecoördineerd door een soort van, er was ook een soort van panzerleitungswagen was er, die speelde ook een rol. En die kon nou vermijden wat we er straks op bespraken over die onbeschrijfelijk stomzinnigheden van die Russische tanks. Die een soort van sitting duck werden door hun purtswerk. Ja, dus, maar ja, verder in de mate de oorlog vordert zijn de adviezen van Hitler een stuk minder. Dus ja, die lui, waar deze vraagsteller op doelt, die hebben steeds een neiging om zich met de zaken te bemoeien.
Ik ben ervan overtuigd dat, zoals hij suggereert, Poetin elke ochtend belt, niet waar, met zijn legerleiders. En hoe staat het erbij? Kunnen jullie niet een beetje opschieten? En, zou het niet verstandiger zijn zus of zo te doen? Maar in het algemeen moet je zeggen dat politici en echte amateurs weinig begrijpen van wat het betekent om daadwerkelijk te vechten. En hoe je dat het beste organiseert. Dus ja, die lijn bemoeien zich er steeds mee, maar in het algemeen met negatieve gevolgen. Uitzondering van Hitler in 1940. En ze zouden zich beter en niet mee kunnen bemoeien. Ik ga nog een stap verder. Ze zouden beter helemaal geen oorlog kunnen voeren. Dat gold natuurlijk voor Nazi-Duitsland, wat de Tweede Wereldoorlog is begonnen. En dat de Russen en de Engelsen zich wensen te verdedigen, dat is vanzelfsprekend. En godzijdank hebben de geallieerden gewonnen. Maar oorlogen, dat is niet verstandig. Denk aan hoe het met Nazi-Duitsland is afgelopen in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Stel voor dat Hitler in de zomer van 40 zou hebben gezegd van, nou, ik heb het er wel aardig afgebracht. Ik heb het grootste deel van Europa veroverd. Stalin is ontzettend bang voor mij. Ik heb de wereld laten zien dat de Wehrmacht in feite de meest effectieve vechtmachine is die op dit moment bestaat. Dus ik laat het erbij. Wat dan? Oh, hè? Ja, zouden wij hier misschien zitten en nou ja, we zitten al wel in een Duitse auto, dus wat dat betreft heeft Duitsland dan toch nog wel weer gewonnen. Ja, dus zo zit het ongeveer. Ja, dus Poetin kan zich er beter niet bij bemoeien. Ja. Oké. Okay. Nog andere dingen uit de Maarten? Ja, in ieder geval alles wat ik zelf heb gedaan. Er staat een heel leuk stuk in over dat het nogal meevalt met de misdadigheid in Nederland. Er staat een stuk in over dat het misschien ook wel meevalt met het stikstofprobleem. En dat best positief allemaal. Ja, zeker. Het is een heel positief blad eigenlijk. Ja, dat kunnen we wel gebruiken nu. Deze tijd. Stop met reizen is natuurlijk ook een heel positief advies. Zorg dat die klote overheid, dat die telefonisch bereikbaar is. Ik begrijp ook nooit dat Kamerleden en al die lui die we gekozen hebben, dat klaarblijkelijk volstrekt ongevoelig zijn voor dit soort van argumenten. Die bellen zelf nooit. Die hebben daar assistenten voor, die bellen. Dat is al helemaal verkeerd. Ze zouden de hele dag gewoon belbaar moeten zijn. Dat zie je toch altijd bij die Kamerleden. Er hebben altijd zo'n assistent ernaast lopen. Ja, als je Rutte ziet, zie je ook zo'n heel ploegje. Van die deftige tassen. Ze kijken er ook enorm deftig bij. Ja. Nou ja. Ja. Oké, we zetten een linkje in de beschrijving. En dan kunnen mensen, als ze het blad willen zien en willen bestellen, kunnen ze dat daar doen. Want dat was ook nog een vraag. Kun je het ook los bestellen? Of moet je per se een abonnement hebben? Ik heb nog een stuk geschreven, of was ik nog even vergeten, over het Amsterdam-Rijnkanaal. Oh. Waar ik, met die boten? Ja. Ja. Oh ja, die daar voorbij heb komen. Heb ik wel verteld. Ja, tijdens de live podcast heb je dat verteld, ja. Precies. Over die, daar keek ik toch wel van op. Zodra je naar buiten keek, zag je daar 4 baks duwwaard met kolen voorbij komen. En dat je denkt, los van de fossiele brandstoffen, kom op. Daar zal nog heel wat inspanningen vergen voordat we daadwerkelijk zo ver zijn. Ja, u kunt het kopen bij de Goede Boekhandel. Schiphol draait weer, dat was traditioneel ons beste verkooppunt. Ja. Het gaat niet slecht met de Maarten, ja. Het is geen Linda, hoewel mag je daarna. Je mag niks meer over de Linda zeggen, neem ik aan. Nou, Linda, die horen we niet meer. Die zat ook niet in het telpanel. Nee, die is er het zwijgen toe. Ja. Ja, dus die komt alweer een keer terug. Dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Ja, en ik heb altijd geprobeerd om het tijdschrift Maarten zo serieus mogelijk te houden. En je moet oppassen dat je niet in flippery vervalt. En een beetje, dat anti-reizenstuk is natuurlijk wel een klein beetje. Ik wil het verder niemand verbieden, maar ik vind dat gereis wel een beetje idioot. En ik vind ook de hele ideologie die er eigenlijk rond die reizen is ontstaan, die vind ik ook eigenlijk schromelijk overdreven. Ja, maar er staan geen kookrubriekjes in de Maarten. Nee, de kans dat je daar iets te koken krijgt, die is 0,0. Oké, okay, nou hartstikke mooi. Ja, we hebben nog niks gedaan eigenlijk aan vergeten interessante regelen. Wil je dat nog doen? Nou, ik heb 2 kleine dingetjes, die zijn misschien wel leuk. Dat is namelijk ten eerste de zondagse kleren. He? Dat bestaat niet meer volgens mij, zondagse kleren. Of heb jij nou vanmorgen alvast iets klaargelegd?
zondagse kleren. Nee. Je moet er een beetje patent uitzien op zondag. Nee. Ja, dat was in de jaren 50 de normaalste zaak van de wereld. Mensen hadden gingen in het zondagse pak de straat op. Alleen bij katholieken, toch? Nee, dat was eigenlijk bij iedereen. Ja? Oh. Ja, bij ons thuis dan niet, omdat wij er altijd vrij slordig hebben uitgezien. Maar het zondagse pak was toch een heel speciaal gebeuren. Net zo goed als je bij veel mensen had een zogenaamde nette kamer. He, dus de mensen leefden dan, ik zal maar zeggen, in de achterkamer. En de voorkamer, die was alles nieuw en zo. Maar daar zaten ze ook niet, want dat was zo net dat je er niet mocht zitten. Dat was alleen als gasten kwamen. Nou, dan zelfs dat was twijfel. Misschien als Juliana op bezoek zou zijn gekomen. Die had daar misschien mogen zitten, maar je had een mooie kamer. En die mooie kamer, die was eigenlijk zo mooi dat je er niet mocht komen. Maar waarom had je hem dan? Een beetje denken aan dat ijzersterke verhaal van Maarten het Hart. Die krijgt een prachtige Meccano-doos. En hij wil hem gaan uitpakken. Zijn grote ideale Meccano-doos. Dus zijn moeder zegt, nee. Dat is zo'n mooie doos, die gaan we niet uitpakken. Die zetten we bovenop de kast. Dat is een beetje hetzelfde idee. Dat iets zo mooi kan zijn dat je het niet gaat gebruiken. Maar waarom hadden ze de kamer dan? Dat is een zonde van de ruimte. Nee, dat was om te laten zien dat ze dat konden hebben. Oh, okay. Dat geldt voor het zondagse pak precies zo. Hmm. Gek genoeg zijn deze twee geschetste verschijnselen eigenlijk signalen van een betrekkelijk armoedige samenleving. Kleren spelen bij ons volgens mij geen enkele rol meer. Ja, je hebt jongelui die zich raar uitdossen, maar het heeft niks te maken met prijzen. Nee. Nee, nu hebben we door thuiswerk, heeft iedereen een joggingbroek aan? Ja, bijvoorbeeld. Ik denk er überhaupt nooit over na. Volgens mij, mijn kennissen denken ook nooit na over kleren. Omdat het irrelevant geworden is. Ja. En je denkt niet van zo, ga je even heel... Nou ja, je hebt natuurlijk nog vrouwen die idiote kleding kopen. Dat komt natuurlijk nog wel voor. En als je in Hilversum komt, hebben ze en in Kanaaleind hebben ze allemaal een Adidasbroek aan. En een Albert Heijn tas. Is dat zo? Ja. Oh, hier niet. Nou, hier ook wel, maar minder. Maar in Hilversum, als je daar in de binnenstad loopt, dan heb je echt... Het is eigenlijk jammer dat dit soort van dingen door historici eigenlijk niet of maar half worden beschreven. Dat laten we zeggen, dat het gevoel van de tijd, hoe anders het was, dat nooit echt overtuigend uit de verf komt. Historici hebben het toch altijd over de oprichting van de PSP en over de kabinetten Drees, allemaal heel nuttig en belangrijk. Maar nou ja, het typische jaren 50 gevoel, waar ik nog één klein voorbeeldje van geven, namelijk de gasmunt. Dus in de kelder bij ons hing een apparaat en dat produceerde het gas, was aangesloten op de gasleiding, maar dat werkte alleen als je er een muntje in deed. Nou, voor dat muntje kreeg je dan geloof ik, een derde kuub of zo gas. En die muntjes zaten gaten in. Zogenaamde gasmunten. En altijd en even als mijn moeder ging koken, dan waren de gasmunten op. En was de voorraad uitgeput. Dus dan moest ik in looppas naar de kruidenier. En daar kon je de gasmunten kopen. En op een goed moment zijn deze apparaten, het was op zichzelf een heel praktisch werkend systeem. Maar die zijn verdwenen. En dat heeft een hele praktische reden, namelijk het waakvlammetje. Want we kregen tenslotte gasgijzers, hè? Ja. Zodat je warm water kreeg in het badcelletje, zal ik maar even zeggen. En we kregen natuurlijk gaskachels vanwege de ontdekking van het gas in Groningen. En zowel die beide apparaten hadden een waakvlammetje, zodat als je ze hoger ging zetten, dat ze wam gingen ze aan. Dus als je muntje op was, ging ook het waakvlammetje uit. Levensgevaarlijk zou dat geweest zijn. Dat speelt nu geen enkele rol meer. In een cv-ketel zit geen waakvlammetje. Ik geloof dat het een piezo-elektrisch element is, wat in feite dat ding altijd kan aanzetten zolang de elektriciteit werkt, neem ik aan. Ik las wel dat ze op sommige plekken in Nederland weer willen gaan experimenteren met die gasmunt. Omdat het dus, het waakvlamprobleem bestaat niet meer. Maar ja, voor ons was dat ding in de kelder, dat was van de grootste betekenis, daar kwam het gas doorheen. En waar kwam dat muntje dan in terecht? In een soort van tank, onder dat
Moet maar eens even een plaatje opzoeken, moeten de luisteraars natuurlijk ook doen. En dat zag er ook vrij solide uit, moet ik zeggen. En hij kwam, eens in de zoveel tijd kwam er een meneer van het gasbedrijf en die had een soort sleutel. En dan kon je die dingen eruit halen. Ik kon dat ding niet openslaan, dat je die muntjes dan weer hergebruikte. In principe zal dat wel mogelijk zijn geweest, maar dan moest je dat ding aan dichtgelen slaan. Dus dat lijkt mij niet zo praktisch. Het de leukste zwendel, dat las ik erbij. De leukste zwendel was er iemand die had een afdrukje van die munt. Dat vulde hij met water en dat bevroor hij het. Zodat hij een ijsmuntje had. Oh, ja, ja, ja. En dat kon je erin doen. En nou ja, je begrijpt dat smolt. Dus niemand kon ooit bewijzen dat hij de boel getild had. Op zichzelf een fantastische manier om te frauderen met de gasmunt. Of gaspenningen werden ze ook wel genoemd. Maar of het waar is, dat... Weet je, hetzelfde wat je nu met een winkelkarretje hebt. Dan kun je ook zo'n je moet daar 50 cent in doen, maar mensen hebben ook van die muntjes die er ook in passen. En dan functioneert het ook. Ja, dat blijkt dan ook altijd een muntstuk uit Albanië te zijn of zo. Ja, of de Albert Heijn biedt ze ook zelf aan van die rondjes die dus even groot zijn als een 50 cent muntstuk. En die kun je dan ook erin doen. Oh, wat gaat er dan? Ja, je ziet, ik vind die wagentjes al helemaal niks. Je pakt nooit zo'n wagentje? Nooit. Oké. Okay. Ja, je moet dus nooit met zo'n wagentje door de winkel rijden. Nee, ik vind ook die mandjes vind ik ook helemaal niks. Maar waar doe je dan je spulletjes in? In mijn eigen tas die ik bij me heb. Oké. Okay. Ja, ik heb begrepen dat niet altijd mag. Nee, dat zal best zijn, maar dan word ik lastig en zo. En dan ik ben er eigenlijk nooit op aangesproken. Dan moet ik je zeggen, ik ga zo infrequent naar de plus hier om de hoek dat ik wil niet zeggen dat nou al te veel gebeurt. Maar als je een hele volle kan... Ik kan nooit iets vinden in die winkels. Nee. Man, je zoekt je de takken werkelijk. En eindelijk weet je een beetje hoe de loop erin, hoe de loop gaat. En dan hebben ze alles weer veranderd. Hè? Dat is de plek waarop jij je alcoholvrije bier had staan. Dat staan nu ineens jodenkoeken, weet ik veel wat het is. Hè? Nee, dus ik heb er niks mee met het. Ik ga het liefst naar een winkel waar je gewoon bediend wordt. En hoe doe je dat dan als je het niet kunt vinden? Dan vraag je het. Ja. Vaak blunder je daar verschrikkelijk, omdat je denkt, nou, dit lijkt me een typische vakkenvuller. Maar dan is het een andere klant. Hè? Ja, die reageren meestal vrij pissig. Ja, wat doen ze dan? Ik werk hier niet. Dat zoiets dergelijks. Ja, ja, maar je hebt nooit heel veel spullen, dat het pas altijd in je tas. Het is niet zo dat je heel veel tassen mee moet doen. Nee, ik heb nooit heel veel spullen. Zelfs bij dat bier denk je, beperk je jezelf natuurlijk, want bier is hartstikke zwaar. Het is gewoon water, hè? Laten we wel wezen. Ja, ja. Maar ik ben geen, bovendien kun je tegenwoordig alles met zo'n wagentje laten komen. Ja, dat is heel handig, dat is fantastisch. Ja, dat is eigenlijk ook een hele wonderlijke ontwikkeling, want nu denk ik weer even terug aan de jaren 50. Bij ons kwam dus de melkman. En de SRV-wagen? Nou, dat is een veel later ontwikkeling. Oh. Toen mijn moeder in Linden woonde, kwam daar wel eens de SRV-man. Maar bij ons kwam heel normaal de bakker kwam aan de deur en de melkman kwam aan de deur. Het gekke is dat de groenteman niet aan de deur kwam. Waarom dat zo is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. En toen bedacht ik mij, toen ik hierover na zat te denken, dat is helemaal verdwenen dat mensen aan de deur komen. Maar nu komen ze weer aan de deur. Alleen hebben we ondertussen een totaal nieuw communicatie- en distributiesysteem ontwikkeld. Waardoor je in een no time eigenlijk worden je individuele wensen vervuld. Ja, je hebt zelfs tegenwoordig die bedrijven van dat je zo'n zak chips in 10 minuten kunt krijgen. Ja. Levensgevaarlijk. Ik heb begrepen dat die jongelui aan de lopende band zakken chips bestellen. Ja, ja. Kennelijk wordt daar ook geld aan verdiend. Ja, dan is zoals jij nu zin. Dus eigenlijk zie je dat dit een soort van complexe cirkelgang is geweest. Waarbij eerst de boel allemaal aan de deur kwam. Maar je kende die lui natuurlijk. Hè? Die man van Mekking, van de bakker, weet je. Een praatje gemaakt enzovoort enzovoort. En toen is het allemaal verdwenen, weggebezuinigd natuurlijk, je begrijpt het. En nu is het dus weer terug. Wat waarschijnlijk ook weer iets te maken heeft met het feit dat we veel rijker geworden zijn. Ja. Maar ons hele distributieapparaat is natuurlijk, vergeleken met de jaren 50, van een superieure kwaliteit. En met het verschil dat je dus nu wanneer je het wil, het kunt afroepen eigenlijk op bestelling. En dat het vroeger natuurlijk één keer in de week was, kwam die melkboer langs. Die kwam niet iedere dag. Nee, die kwam, dat weet ik zo net nog niet. Volgens mij kwam die iedere dag, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja. En dan had je natuurlijk nog de man die hier
lompen en weggegooid eten verzamelde. En hoe heette dat toch ook alweer? Die kwam ook in de deur. Ja, zeker, maar het hebben we verboden. Oh. In Nederland mag je dus voedsel wat niet gebruikt is, mag je niet meer opnieuw gaan verkopen. Vroeger ging dat, werd dat voor de varkens gegooid, maar dat is tegenwoordig verboden. Oh, zou wel duurzaam zijn. Ja, tot groot verdriet van de varkens, dat begrijp je wel. Ja. Joh, ik heb toch wel lezingen gehouden. En dan kom je daar binnen, je lezing om 8:00. Ze hebben net het buffet, lopend buffet, achter de rug. En dan staat er nog zo'n heel buffet. De helft is opgegeten. En daar word je zo wanhopig van. Je denkt toch, hup, ik eet nog een haringje en een taartje en zo. En dan, ik heb ook wel eens aan zo'n ober gevraagd, wat gaat er nou mee gebeuren? En die zeggen dan ook heel droevig, meneer, het moet allemaal weggegooid worden. Dat is een verspilling, dat is een gruwelijk karakter. Echt, die varkens roepen nog steeds, geef me een haringje, geef me een heerlijk soesje. Ja. Ik weet niet of dat soort van dingen, dat klopt misschien hoor, ik heb er helemaal geen verstand van. Maar het weggooien van voedsel, dat is toch wel een hele zieke ontwikkeling waar wij aan ten prooi zijn gevallen. Maar goed, daarmee meld ik niks nieuws. Nee. Oké, okay, nou hartstikke... Ja, ik doe de zogenaamde optische telegraaf, die doe ik wel een ander keertje. Ja, die doen we volgende week. Dat is goed. Zo vaar, dat kan ook vrij snel hoor. Ja, daarom. Dat is mooi. En dan hoe laat is het nu? Het is nu, denk ik, 4:00 ergens of zo. 4:50. Zo, jongens. Een hoop tijd verlucht in ieder geval. Ja, ik heb pijn aan mijn oren van die koptelefoon. Oh, dat is ook niet best. Dan zou ik wel een hele nieuwe, dure koptelefoon komen met verende elementen erin. Dat is wel fijn. Dus dat is ook Duits. Ja, het ziet er wel fluwelig uit. Bayer Dynamic, dat moet Duits zijn, lijkt het me. Ja, maar als je dat natuurlijk lang op hebt, dan gaat het wel klemmen. Ja, ik had bij mijn geluidsinstallatie ook een koptelefoon gekocht. Ik dacht, dan kan ik het lekker hard zetten. De kwaliteit is heel goed in die koptelefoons. Voor de klassieke muziek, om niemand te hinderen in huis. En ik heb het meerdere malen geprobeerd. Ik vind het wel zulke ongelooflijke klote dingen. Ik kan het niet langer dan 10 minuten op mijn hoofd hebben. Het is net alsof je gevangen bent in een wereld. Als je ooit bij de radio bent geweest, dan moet je ook altijd van die dingen op. Ja, dat hoeft niet per se, je kunt hem ook afhalen. Nee, maar dan moet het decor harder en dat is dan een hele onderneming en zo. Moeten ze roepen naar die lui die achter dat glas zitten. Nee, ik vind het echt, ik vind koptelefoons iets verschrikkelijks. Dus als jij bij Misha bent, moet je ook zo'n ding op? Ja, maar ik heb tegen Misha gezegd dat ik dat niet ging doen. Dus dat heb ik ook niet gedaan, als ik het me goed herinner. Wat ik wel eens doe, is dat ik er maar één op doe, die andere oh, dan niet. Oh, je doet het zo. Ja, je kunt ze zo wegdraaien. Ja. Maar dan is er misschien iets wat ze je weer laten horen en dan moet je dat ding natuurlijk opdoen. Ja, ja, zeker. Maar je kunt het decor vrij hard zetten. Hm. Ja, zij noemen het decor, kan er ook niks aan doen. Ja, ja, ja. Oké, okay, we moeten maar voor volgende keer even een nieuw onderwerp bedenken. Ja, dat lukt wel. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel. Oké, okay, nou, zeker goed. Een hoop tijd verlult in ieder geval. Daarbij bleek eigenlijk al hoe enorm lastig het is om met bommenwerpers concrete doelen aan te vallen zonder dat je zelf zeer grote risico's loopt. Eigenlijk waren die bombardementen van de Duitsers de facto een soort terreurbombardement, omdat ze gewoon een bommen lieten vallen en ook niet precies wisten wie er mee of wat er door geraakt zou worden. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Waren dat bewuste terreurbombardementen? Nee, ook weer niet. Maar het praktische effect was in feite dat als zodanig kan worden beschouwd.